is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met Caroline in het Veld uit Almere. Ze is accordeoniste en ook cultureel programmamaker. Op 12 maart werd de première van haar tour plotseling afgebroken door de noodverordening vanwege de coronamaatregelen. Diepe stilte. Ja, dat gaat hier ook blijven vanavond. De directie van het theater in Lelystad heeft ons zojuist laten weten dat de voorstelling in Rep en Roer geannuleerd is. We mogen niet spelen, ook al hebben we net wat minder dan 100 bezoekers. Het hele theater gaat dicht. Kom niet naar Lelystad vanavond, want het gaat niet door. Je hoort zo snel mogelijk van ons. Wij gaan absoluut wel door, al is het online. Maar vanavond even niet. Sorry. Ja, dat was in de Agora, Caroline. Dat was wat, hè, die avond. Herinner je het nog? Ja, dat vergeet ik mijn leven niet meer. Oh. Het was begonnen om 9:00 die dag in Agora om op te bouwen en uiteindelijk de première te gaan spelen. Natuurlijk wisten we al wel dat er iets met corona aan de hand was, maar we wisten niet precies hoe of wat. En de persconferentie zagen we in ieder geval niet aankomen. Die hebben we ook niet gehoord, want wij waren toen nog letterlijk in de soundcheck en de doorloop. Dus Niels van der Schaaf, onze regisseur, die had net zeg maar alles afgerond en we waren klaar om te gaan eten. En toen kwam Joost binnen, onze bassist, en die zei: ik kom net uit de auto, er was een persconferentie. Weet je zeker dat we kunnen spelen vanavond? Dus ik zeg: nou, dat zou wat zijn als dat niet kon. Hij zei: ja, het wordt een probleem boven de 100 mensen. Dus wij rap tellen. Toen hadden we 93. Dus ik denk: oké, wij zitten safe. Ik bedoel, 93 is geen 100. Dus wat er ook gebeurt, ik ga voor mijn productie. Wij spelen door. Ja. Toen verdween het hele managementteam van het Agora Theater in een kantoor. En dat werd een steeds grotere groep mensen die daar aan tafel zaten. En wij stonden voor de deur en uiteindelijk kwamen ze met z'n allen naar buiten. En toen ben ik naar de zaal gegaan van: jongens, ik denk niet dat dit goed gaat. En toen daarna kwamen ze ook met z'n allen de zaal in. En toen hadden ze zoiets van: oké, is afgelopen. Oké, ja. Toen heb je dat filmpje opgenomen dat we net hoorden. Daarna hebben we dus, ja, het eerste wat wij moesten schakelen op dat moment was mensen die een kaartje hadden laten weten dat ze niet naar het theater moesten komen, omdat het niet doorging. Ja, want die waren nog niet aanwezig. Het publiek was... Nee, het was rond 6:00. Oké, ja, dat is... Oh, dat moment dat ook de cafés en Dat precies op dat moment. Dus wij konden ook nergens meer eten. En er zat in de grote zaal zat een productie, die had een kok bij zich en die zeiden tegen ons van: je mag wel met ons mee eten. Maar er waren redelijk wat mensen met openbaar vervoer en die zeiden: maar dadelijk kom ik niet meer thuis. Dus het vloog als loszand uit elkaar op dat moment. En Robin Norcel van productie en ik hebben alleen maar staan janken op dat podium echt op dat moment. Van, klinkt ook bijna als echt paniek. Van, je weet eigenlijk Je weet helemaal niet wat er gebeurt. Aan de hand. Wat moeten we, welke regels gelden er nu? Het enige wat je op dat moment doet is gewoon je bus weer inpakken, decor afbreken en dan maar kijken hoe verder. Ja. Het enige wat ik op dat moment wou was gewoon toch even met elkaar nog eten en even het moment hebben dat we toch, nou, ook al was het dan geen première, maar dat we het wel gered hadden. Want er was gewoon heel hard gewerkt, zoals dat hoort bij een première. Allemaal last minute nog dingen klaar. Alles was klaar. Alles was klaar voor dat ene moment. En daar heb je dan zo lang naartoe gewerkt. In totaal bijna 1,5 jaar. Ja, want het was dus niet zomaar de 96ste voorstelling. Het was echt de eerste. Ja. Dus je hebt inderdaad letterlijk alleen naar die eerste voorstelling toe. Ja, hij moet nog gespeeld worden. 10 september gaan we het weer proberen. Laten we hopen dat hij nu wel... In de tussentijd, Caroline, heb je nog wat kunnen verdienen? Nou, we mochten niet spelen. Dus daar was in eerste instantie natuurlijk een volledige nul. Wat ik gedaan heb, dat hebben we vrij vroeg gedaan. We hebben Rabobank Almere benaderd. De cultuursector is ook een sector in de stad. Kunnen wij starten met een cultureel project voor het sociaal domein? Dus kunnen wij iets doen voor de zorgsector? Daar was de Rabobank al heel snel over uit dat oké was als wij dat oppakten voor Almere. In samenwerking met het Oranje Fonds hebben we toen uiteindelijk een project in 3 delen opgestart. We hebben vlogs gemaakt, we hebben een podcast gemaakt en we hebben live optredens verzorgd in de buitenbinnenruimtes. Dus de binnentuinen en de buitenruimtes van woonzorgcentra in de stad. Dat lag op dat moment natuurlijk bij de veiligheidsregio enorm onder vuur. Ja, ja. Want dat mocht niet. En hier mocht het wel en daar mocht het niet. En je wist ook niet waarom. Gedoe. Dus daar zijn we heel stil over geweest. Maar we hebben er ondertussen 112 gespeeld. En dat doen we met 7 artiesten. Dat doen we niet alleen met ons. En
ja, ik heb die periode ervaren als in ieder geval een periode waarin heel erg veel nauw contact was met iedereen die maar probeerde om voor de cultuursector er nog wat van te maken. Grote dank aan Jan-Melle Liskeljet van het Cultuurfonds bijvoorbeeld. Ja. Als er iemand heeft meegedacht hoe het wel kon, ook al mocht het niet, hoe dan wel, dan daar, TSR, hetzelfde verhaal. We hebben fantastische dingen gedaan. Je hebt dus niet werkloos thuis gezeten. Dat is op zich wel heel fijn. Maar ja, je had natuurlijk wel inkomen nodig. Hoe zat dat? Er werd vanuit de overheid werd een deel vergoed voor alle ondernemers met een geldende SBI-code. Die hadden wij uiteraard, want alles wat zeg maar riekt naar cultuuruitvoering, dat viel daaronder. Daar hebben we een deel van de schade mee kunnen opvangen. Voor de rest heeft gemeente Almere in combinatie met het Cultuurfonds heeft een aantal dingen gedaan. Maar ja, die kunnen ook niet alles. En mijn grote zorg is dat het in september weer misgaat. En dan staan we er denk ik wel alleen voor. Okay. Dus. Maar die tijd die we gehad hebben, laten we het even gemakshalve de eerste golf noemen. Je klinkt redelijk positief over hoe het is opgepakt in Almere. Maar van cultureel midden Nederland hoor ik alleen maar, het was niet veel. Nou, dat klopt wel. Dat hangt er vanaf waar je zit in de sector. Kijk, wij zijn ook de vrije bewegers in die zin. Wij kunnen vrij snel schakelen. Wij kunnen een productie vrij snel aanpassen. Dat wordt wat lastiger als je klassiek toneel of musical speelt. Dan val je nou eenmaal in die grotere evenementen. En dan kun je ook niet open voor 60 man. Terwijl als bij ons de eis 30 is, dan kunnen we dat aanpassen. Daar kunnen we nog iets mee. Dus de grote gefinancierde instellingen, die hebben het veel lastiger gehad in die zin. En die zijn ook op dat niveau wel geholpen. Maar die zitten ook echt veel langer stil. De echte evenementensector, die wordt veel harder geraakt dan wij, omdat we van vorm nog kunnen veranderen. Oh ja. Jullie zijn flexibel. Wij zijn in die zin nog enigszins flexibel. Als het echt moet, dan kunnen wij zaken zodanig aanpassen dat, nou ja, daar dan weer een vorm van te maken is die wel kan. Ja. Dat is wel heel hard schakelen, maar ja, goed, dat is dan tuurlijk je taak op dat moment. Ja. En de provincie komt nu ook nog met een regeling om die aanpassingen weer te ondersteunen voor zelfs amateurkunst. Ja. Dus het is niet zo dat het helemaal uit beeld is, maar het is ook niet zo dat je daar een normaal bedrijf van zou kunnen voeren op dit moment. Begrijp, nee, absoluut niet. Zijn nog even na 10 september, dan wil je weer gaan optreden. Durf je wel? Jawel. Ja. Robin heeft de draaiboeken uitgewerkt met de mensen van productie van de locaties. Dus wij werken op dit moment. Daar zie je helemaal niks van. Maar dat betekent dat die draaiboeken over hoe het voor de schermen en vooral achter de schermen moet, zeker met de kwetsbare mensen die wij meenemen in onze productie, ja, dat daar heel goed over nagedacht is. Hoe we dat veilig houden. En dat zijn aanpassingen op alle mogelijke kleine details. Maar dat is uitvoerbaar. Dat is te doen. Dus ja, ik durf te spelen. Het enige is, ik heb 4 theaters nodig om het publiek waar de kaarten al aan verkocht waren weer kwijt te kunnen. Ja. En zelfs een touringcar om een groep van de Weekendacademie naar Apeldoorn te krijgen. Want dat is de enige zaal waar ik ze in één keer in krijg. En dan heb ik ook nog 2 bussen nodig. Want anders mogen ze daar weer niet met z'n allen in. Dat is ontzettend gedoe. En daarvoor moet je ook maar afwachten hoe dat er dan, als het uiteindelijk gaat plaatsvinden, qua regels weer uitziet. Misschien mag het dan wel weer niet. Okay. Zullen we dan zien. Caroline in het veld, dank voor dit gesprek. Maar Caroline, je bent er nog. We laten je niet zomaar gaan, natuurlijk. En je hebt ook je collega gitarist Johan Fransen meegenomen. En je hebt een liedje gemaakt over de lockdownperiode. En dat heet De Heimwee hoort erbij. Ik ben heel benieuwd. We horen het graag. De dag dat ik leerde begrijpen wat dat nieuw normaal nou is. Van iedereen gescheiden, ineens alles geschiedenis. De muziek ging in mijn hoofd door, pijnlijk mooi, maar veel te zacht. De herinnering aan wat voorbij is, zonder dat ik het had verwacht. De heimwee hoort, de heimwee hoort. De heimwee hoort erbij in deze dans van eenzaamheid. De heimwee hoort, de heimwee hoort. De heimwee hoort erbij in deze dans van eenzaamheid.
Iedereen verlaat het verleden, kan zich verzoenen met vandaag. Wat je leven vorm kan geven, wat je terug wil zo zielsgraag. De heimwee hoort, de heimwee hoort. De heimwee hoort erbij in deze dans van eenzaamheid. De heimwee hoort, de heimwee hoort. De heimwee hoort erbij in deze dans van eenzaamheid. Ik het water van jouw zee zijn, een schrikkeldag in ieder jaar. Het respect in je verlangen en de klank van elke snaar. De heimwee hoort, de heimwee hoort. De heimwee hoort erbij in deze dans van eenzaamheid. 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 Carolina Johan, en ze speelde De Heimwee Hoort, naar aanleiding geschreven van de lockdown waar we met z'n allen in zaten. Johan stemt zijn gitaar nog even. Ook goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Heb je ook zo verveeld tijdens de corona? Verveeld? Ja of niet? Nee, wel mee. Oh. Heb ik er tijd voor. Gelukkig maar. Intussen heeft Carolien haar accordeon, want daar hadden we het over in het begin, meegenomen. Of op haar knieën gezet. En die gaat nu gebruikt worden bij het volgende nummer. En dat is... Even bij elkaar. Het thema blijft missen, dat heb je in deze periode. Waar ik ging was jij in mijn studietijd, dat is me bijgebleven. Waren wij als vanzelfsprekend bijeen, zag je ons zelden alleen. Wat er toen nog was, besef je later pas, wat is het lang geleden. Wat er toen nog was, besef je later pas, wat is het lang geleden. Tussen harmonie en naïviteit schoof nieuwe realiteit. Waar was onze oude band? Waren wij dan niet verwant? Wat er toen nog was, besef je later pas. Wat is het lang geleden? Wat er toen nog was, besef je later pas. Wat is het lang geleden? Lang geleden, lang geleden, lang geleden. Toch hoop ik dat je mij nog verstaat. Ergens oh, de ruimte laat bestaan, waarin ik jou kan zien zoals je bent. Laat er iets zijn waarin je mij herkent. Een woord, een beeld, een teken of gebaar. Gewoon weer in. Even bij elkaar, gewoon weer even bij elkaar, gewoon weer even bij elkaar, gewoon weer even bij elkaar.